Welkom en leuk dat je kijkt naar Excelsior 31 TV. Zoals u heeft gemerkt zijn we gestopt met weekjournaals. Maar toch houden we u graag op de hoogte en blikken we terug op de afgelopen maand. Eind december stonden er weer een aantal activiteiten op het programma, waaronder dat toernooi, de bingo en het zaalvoetbaltoernooi. Het G-team had na de kerstdagen een speciale wedstrijd op het programma. Ze werden uitgenodigd voor een zaalvoetbaltoernooi op Urk. Het eerste elftal is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen op de tweede seizoenshelft. Aanstaande zaterdag staat er een uitwedstrijd op het programma tegen GVVV. Ja, goed. Maandag 2 januari begonnen. We begonnen met een meeting met elkaar boven. Met een terugblik op de eerste seizoenshelft. Wat we goed hebben gedaan en welke dingen beter moeten. Aangeven dat de norm omhoog moet in een aantal facetten van het voetbal. Daar zijn we mee gestart. Dinsdag getraind, donderdag getraind. Dat weekend nog een vrij weekend ingepland. Want er komen genoeg volle zaterdagen aan. Dus dat was de eerste week. Tweede week maandag getraind. Dinsdag CSV Apeldoorn een uitwedstrijd gespeeld. Donderdag getraind en vandaag hadden we HZVV thuis. Dus dat is even in een hele vogelvlucht de afgelopen twee weken. Ja, het was een korte winterstop. Hoe stonden de jongens er fysiek op? Ja, goed. Ik denk ook dat het goed is geweest dat we tweeënhalf weken niks hebben gehad. Eerste seizoen zelf natuurlijk niet afgesloten als je het hele eerste seizoen zelf kijkt zoals we graag hadden gewild. Dus dat is wel even goed om even, denk ik ook voor de groep, om de zinnen te verzetten. Lekker met de familie andere dingen te doen. Nou, dat kon ik ook direct zien vanaf de eerste training. De vonken spat er weer vanaf. En heel veel enthousiasme. En ik vind dat we goed trainen. En dat we een hele hoop goede dingen laten zien in de wedstrijden die we gespeeld hebben. En ik denk dat het even goed was. En we zijn weer los. Ja, afgelopen dinsdag begonnen met de oefenpot tegen CSV Apeldoorn. Wat was het doel van die wedstrijd? Uiteindelijk het doel van een wedstrijd is wedstrijden winnen. En daar zijn we niet in geslaagd. Eerste kwartier vond ik erg slordig van beide kanten. Daarna pakten wij het goed op, waren we geduldig. Creëerden we ook een aantal goede kansen. Maken we 1-0 met rust. Na de rust wat minder, afstanden wat groter. Komen we 2-1 achter op een gegeven moment. Maar daarna draaien we het ook wel weer goed om. Maken we er 2-2. Iedereen minuten maken, wedstrijd spelen, dus dat eigenlijk. Ja, is minuten maken en weer het ritme vinden ook wel heel belangrijk in deze fase. Ja, nou, dat was vooral de eerste wedstrijd inderdaad van belang. Hè. Iedereen weer na een week getraind te hebben, hè, na 4 trainingen eigenlijk. Iedereen ook weer de wedstrijdminuten te laten maken. Ja, vandaag HZVV op bezoek in de stromend regen, laat maar zeggen. Hoe kijk je daarop terug? Nou, ik moet zeggen dat dat het wat ik de ploeg wel kan verwijten is dat we gewoon te weinig doelpunten hebben gemaakt. Een tegenstander wat het goed compact hield, vooral de eerste helft, waar het ook moeilijk doorheen voetballen was. Waarin we de eerste helft denk ik 2-3 kansen hebben gehad, waar we 1 goal maken. Nou, dat was op zich wel aardig gezien het, beeld van de wedstrijd dat ook lastig doorkomen was. Dat deed de tegenstander erg goed. De rust ook over gehad. Hoge tempo. Ballen in de as waar mogelijk kan het niet. Breng hem naar de zijkant, want dan moet de tegenstander daar ook weer komen. En dan krijgen wij ergens anders op het veld weer andere ruimtes. Nou, en dat kon je de tweede helft wel goed zien. Dat deden we ook wel heel aardig. Ja, en dan hebben we best wel heel veel kansen gekregen. En hadden we gewoon meer doelpunten moeten maken. Alle respect voor de tegenstander. Alleen die kon het op een gegeven moment ook niet meer belopen. Dit was hun eerste wedstrijd van dit jaar. Ze hebben lang nog in de zaal gevoetbald. Protoseweringen toernooi. Dus die zaten er op een gegeven moment wel doorheen. Ja, dan moet je zelf belonen en moet je meer goals maken. Ja, we zagen vandaag ook twee onbekende gezichten op het veld. Kun je vertellen wie dat zijn? Ja, Alpi Arslan, buitenspeler, is vanaf het begin aangesloten. Komt uit Duitsland. Daarvoor heeft hij ook bij Quick 20 gespeeld. Vaardige speler aan de bal. Dus die is nu 2 weken erbij. En Carlos Thomas da Silva, die heeft de afgelopen half jaar geen club gehad. Daarvoor heeft hij bij
Bij FC Twente gespeeld. Een aantal jaren in de onder 23 en in de jeugdopleiding. En daarvoor heeft hij bij PEC Zwolle gespeeld. Dus een centrale verdediger. Dus ja, daar zijn we aan het kijken van. Zijn dat jongens die ons direct kunnen versterken? En ook wij zijn daar naar op zoek. Ja, als we even kijken naar de jongens die er niet waren vandaag. Bijvoorbeeld Nick Davina, die viel voor de winterstop al geblesseerd uit. Hoe gaat het daarmee? Ja, Nick is donderdag geopereerd. Die zal nou een traject ingaan van een aantal weken om weer te herstellen van zijn blessure en de operatie. En dat is ook wel een van de dingen dat we natuurlijk wel aan het kijken zijn van waar kunnen we ons nog versterken. Hè? Omdat we wel een aantal langdurige blessures hebben. Nick Davina was er vandaag niet bij. Stef Kaptein en Matthijs Seppenwolde ook niet. Kleine blessures, die verwacht ik eigenlijk volgende week wel weer terug. Leemhuis, idem dito, die is wel uitgevallen ook de laatste competitiewedstrijd. Die heeft wel delen meegedaan met de groep. Tegen CSV Apeldoorn kon hij weer gaan spelen. Kreeg hij weer een tik en een kleine terugslag. Maar dat zijn niet hele grote problemen. Ja, als we dan kijken naar de positie van Nick Davina, tweede helft Destiny Bruinink achterin. Ja. Heeft hij bij Go Ahead Eagles ook heel vaak gespeeld. Is dat ook een serieuze optie om die plek in te vullen? Is een optie, ja zeker. Maar je moet ook niet vergeten dat Destiny ook lang geblesseerd is geweest. Hè. Heeft eigenlijk weinig gespeeld. Dus het doel met Destiny was aan het begin van de tweede seizoenshelft, dus 2 januari, is eens kijken hoe die erop staat. Hij is ook geopereerd aan de enkel. En hij staat er goed op. En hij doet de training volledig mee. Dus dat is positief. Afgelopen dinsdag was hij helaas ziek, dus heeft geen minuten kunnen maken. En vandaag waren weer zijn eerste minuten na een hele lange tijd afwezigheid. En dat is een optie, zeker. Maar Destiny kan ook op andere posities goed uit de voeten. Dus dan gaan we kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja, dan zaterdag weer de start van de competitie. GVV uit, gelijk een zware tegenstander. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, we hebben eerst nog een week trainen. Maandag trainen, dinsdag hebben we nog een oefenwedstrijd. SVI uit Zwolle, donderdag trainen. En zaterdag GVV uit. Ja, goede ploeg. Nou, we hebben ze natuurlijk hier gezien aan het begin van het seizoen. Waar ik vind dat we een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Een overwinning hebben behaald. Ja, maar een ploeg met heel veel kwaliteit. Een ploeg wat voor het kampioenschap mee gaat spelen. Ik verwacht een tegenstander, vooral thuis ook. Wat echt wel zal gaan aanvallen. Ik verwacht niet dat ze heel afwachtend gaan spelen. Maar dat zullen we moeten afwachten. Ja, een goede, hele goede, maar mooie tegenstander om direct weer mee te gaan starten. Ja, en dan gaat het tweede seizoen zelf beginnen. Wat is voor jullie het belangrijkste voor de komende weken, zeg maar? Punten halen. Goals maken, punten halen en zo snel mogelijk bij die onderste plekken wegkomen. Dat is het allerbelangrijkste. Hè. En dan is de start tegen GVV, daarna te leden uit. Hè, dus 2 uitwedstrijden. En dan gaat het tweede seizoen zelf in een heel rap tempo door. Dus goed starten met elkaar. Volgende week nog een goede trainingsweek met een oefenwedstrijd op de dinsdag. Ja, en dan moeten we er staan uit in Veenendaal. Succes. Dankjewel. Dit was Excelsior 31 TV voor nu. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.